Goedemiddag en leuk dat je kijkt naar Privé TV. Een van de meest besproken boeren uit de laatste serie van Boer zoekt vrouw maakt een opvallende tv-comeback. Het gaat om de fysiek ingestelde Geert. Mariette, wat gaat hij doen? Ja, hij gaat een bijdrage leveren aan een nieuw SBS-programma dat 20 november begint. Mindmasters Live. Ja. En dat gaat over 16 Mindmasters. Die worden in tweeën gedeeld en die worden getraind door Uri Geller en de Italiaan Walter Rolfo. En dan gaan ze dus live allemaal mindfucking dingetjes doen. Dus telekinezen en gedachten lezen. Dat de kijker thuis denkt van zie ik dat nou goed of niet, weet je wel. Hé, maar wat moet Geert daar nou weer in? Luister, de live show, die mentalisten worden beoordeeld door de kijker thuis, maar ook door de Raad van 10. En in de Raad van 10 zitten 10 BN'ers. Onder andere Peter R. de Vries, Patricia Pai, Wolter Kroes en ook onze Geert. Wat een apart groepje, oké. Okay. Dus, maar die wisselen elkaar af, hè? Die moeten dan meedoen aan een show. Dus ik denk dat hij eenmalig te zien is in een aflevering van deze show. En daar is die. Hij zegt, ik krijg er wat voor, dus daar is hij ook niet vies van. Mm-hmm. Kan hij weer leuke dingen mee doen met Hattie. Ja. Dus hij blijft dus in beeld. Dus hij gaat even naar een commercieel uitstapje eigenlijk. Ja. En je noemt de namen al, Hattie. Ze zijn nog steeds hartstikke happy. Ja, dus. Ze hebben de slaapkamer opnieuw behangen, laminaatje gelegd. Allemaal leuke dingetjes om het zo romantisch mogelijk te maken. Ja. Dus ze zijn helemaal gelukkig met elkaar. Nou, hartstikke leuk. Je hebt nog een nieuwtje voor de fans van Boer zoekt vrouw. Een klein nieuwtje. 27 december is een grote terugblik naar het afgelopen seizoen. Dus boer Tom, hè, die we ook blijven zien op tv. Ja. Boerin Bertie, nou Geert. Dus hoe is het nu met deze boeren? En dan krijgen we een beetje een kijkje achter de schermen in hun liefdesleven. Ja. Oh, dat is altijd leuk. Goed, voorlopig. Wanneer is dat op tv? Die 20 november begint deze show. Live show, hè. Dus dat is sowieso wel leuk. Oké, okay. Dankjewel. Graag gedaan. En dit was Privé TV voor nu. Meer nieuws en video's uiteraard op onze site. Dag!